Het grondrechtenvraagstuk van Suriname zorgt voor onzekerheid onder binnenlandbewoners, met name de inheemse over hun toekomst in hun woongebied. Het internationaal recht en vonnissen van het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof hebben deze rechten bevestigd. Echter, de staat Suriname blijft in gebreken deze wettelijk vast te leggen. In deze nieuwe aflevering van Onder de Loep bespreken wij de reeds jaren durende grondrechtenkwestie. Van harte goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze nieuwe aflevering behandelen wij de perikelen en de status van de grondrechten. Onze gastcolumnist deze week is Robbie Parabir Singh, meer bekend als Rabba. Na de break stel ik mijn gasten aan u voor. En welkom terug. Mijn gast, niet gasten, maar mijn gast aan tafel vandaag is kapitein Theo Jubitana, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS. Het was ook de bedoeling dat wij tenminste een vertegenwoordiger van de regering vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling of het kabinet van de president hier aan tafel zouden hebben om te praten over de uitvoering van het vonnis. Echter hebben wij geen contact of we hebben contact gemaakt, maar uiteindelijk is het niet gelukt iemand hier aan tafel te krijgen. Maar dat weerhoudt ons niet om dit vraagstuk onder de loep te plaatsen. De voorzitter is hier, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname. Welkom meneer Jubitana. Dank u wel, goedemorgen. En ja, misschien moeten we het even uitleggen in het kort, wat de grondrechten zijn waarop de inheemse en de tribale volkeren recht op menen te hebben. Wel, de grondrechten, zijn rechten eigenlijk van ons als volken en de dorpen waarop wij wonen. Toch? Die gronden zijn ons, we hebben dat geërfd van onze voorouders. Ja. Toch? We zijn de oorspronkelijke bewoners en we woonden toen verspreid over heel Suriname. En er waren toen geen grenzen zoals nu. Ja. En het is nog steeds ons grondgebied, vinden wij. De Europeanen die hier toe zijn gekomen, die hebben dus alles ingepikt en hebben dat verklaard, gewoon alsof dat van hun was. Okay. En ze hebben hun eigen wetten gemaakt. Ja, maar de afgelopen tijd heeft de Surinaamse regering toch wel onder, ja, laat me het zo zeggen, aanmoediging om het zo te zeggen van de inheemse zelf bij het internationaal hof geweest. Maar we sudderen al hele tijd en sinds 5 jaar is er een vonnis, maar nog steeds niks. Is dat een setback voor jullie? Kan zo zijn, maar dat ervaren wij niet zo. Omdat wij als inheemse leiders, inheemse volken, wat dit betreft, kunnen wij nooit opgeven. Het is iets van leven en zekerheid voor ons. Op het moment dat wij zullen opgeven, dan zullen we ophouden te bestaan als inheems volk in dit land. En dat gaan we nooit en ten nimmer toestaan. Oké. Okay. En er is toch wel een ja, nou leuk, maar leuk is toch wat anders. U woont op Hollandse Kamp. Klopt. En u werkt bij de NV Luchthavenbeheer. En eigenlijk, uw grondgebied wordt betwist door uw werkgever. Hoe gaat u daarmee om? Ja, het is niet makkelijk. Ja, ja. Het is zeker een hele uitdaging om dat te combineren. Omdat je in strijd bent, je claimt dat stukje grond, ja. Waarop de luchthavenbeheer meent aanspraak te maken. Ja. En je bent werkgever daar. Maar ik weet dat toch wel te scheiden. Ja. Omdat ik me niet kan herinneren dat ik daardoor ook nog in de clinch ben gekomen met de directie.
Dus er is van die kant uit ook begrip. Naar, okay. Maar was zelf een situatie waarbij de weg was gebarricadeerd. En de FITS, samen met de mensen van Witsanti, hebben jullie toch de weg gebarricadeerd naar de luchthaven? Inderdaad, dat was door eigenlijk noodgedwongen. Mm-hmm. Omdat op een gegeven moment, toch wel, terwijl het vraagstuk nog niet was opgelost, begon vanuit de luchthaven men piketten te slaan om dus beheersdaden te plegen. Mm-hmm. En vanuit Witsanti is men in verzet gekomen. Ja. De kapitein is toen gearresteerd en de gemeenschap heeft toen een beroep op mij gedaan als buurman. Ja. En ik ben toen gaan ondersteunen samen met alle dorpshoofden van Para, gebundeld in OSIP. Ja. En dat was eigenlijk een collectieve actie. Ja, niet makkelijk. En we zijn doorgekomen. Oké. Mooi. En de uitdagingen nu, we hadden het eerder over, van ja, het vonnis is niet, de overheid voert het vonnis niet uit. En u zegt, u geeft niet op, maar we hebben over inheemse, we wonen verspreid over het geheel grondgebied. Hoe is het, lukt het om te mobiliseren om toch die eenheidsstem naar buiten te brengen? Ja, dat is ook een uitdaging. Zeker nu, met de COVID-situatie in het land, kan je niet elk dorp nou gaan bezoeken. Dus dat is wel een kleine setback voor ons wat dat betreft, om te mobiliseren. Maar we hebben toch wel een netwerk kunnen opbouwen, ook door de COVID-situatie. Dat wij dus toch wel regelmatig in bestuurverband, maar ook breder naar de andere FITS-leden, de dorpshoofden van bijna alle dorpen, dat we toch wel in een Zoom-meeting bij elkaar kunnen komen. Mm-hmm. En dat was in het begin even wennen, maar nu gaat het wel vlotter. Oké, en hoe ervaren de mensen, de leden, deze hele situatie? Zitten ze te bonken op jullie of vertrouwen ze op jullie leiderschap? Ja, mensen zijn eigenlijk ongeduldig. Ja. Ongeduldig en dat laten ze ook merken. En vaak wordt er gezegd, ja, maar FITS doet niks. Ja. Toch? Maar dat klopt niet, omdat we continu in overleg zijn, in contact zijn met de overheid wat dat betreft. Maar de mensen, zeker met het aantreden van deze nieuwe regering, hebben we de mensen uitgelegd dat wij dus, dat de regering heeft aangegeven dat ze in deze regeerperiode het conceptplan dat wij toen hebben ingediend vorig jaar willen bestuderen en zoals binnen een jaar eigenlijk dat aangenomen willen, behandeld en aangenomen willen hebben in de assemblee. Mm-hmm. En vanuit de assemblee is dat ons ook toegegeven dat als de regering eigenlijk te lang treuzelt om het wetsvoorstel in te dienen, dat zij als eigen initiatiefwet willen indienen en laten behandelen en aannemen binnen een jaar. Okay. Dat is ons toen gezegd, ook door de voorzitter van de DNA. Oké. Okay. En we zien nu, de verkiezingen zijn geweest en het binnenland heeft ook gestemd. En toch, het binnenland is goed vertegenwoordigd binnen de regering. Hadden jullie toch een andere approach verwacht van de regering? Naar jullie toe, naar de binnenlandbewoners? Ja en nee, omdat wij weten voor onszelf dat wij eigenlijk in het binnenland, eigenlijk het Surinaamse binnenland, een achterstandspositie heeft in de ontwikkeling op het maatschappelijke ladder, toch? En als de regering nieuw aantreedt en doet een handreiking, dan is dat, vinden wij dat een goed gebaar. En die handreiking is geweest? Jawel. Oké. Okay. We gaan naar onze gastcolumnist van vandaag, Robby Parabishin Rapa, en zijn zo dadelijk dan terug. Kijkers, goedenavond. Grondenrechten onder de loep vandaag. Al meer dan 25, 30 jaar wordt hierover onderhandeld. Elke regering schuift het voor zich uit. Mooie beloften ten spijt. Er is intussen zelfs een internationaal vonnis. Wordt niet aangedaan, wordt niet verwerkt. Grondenrechten. We kennen allerlei rechten, hè? Zoals kerkrechten, douanerechten, toeslagrechten, vrouwenrechten,
zijn er ook mannenrechten. Maar goed, kinderrechten, doorvoerrechten, dierenrechten, scheepvaartrechten, luchtvaartrechten, wallorechten. Ja. Maar het woord grondenrechten, ja, ik ben gaan zoeken. Het komt wel voor in die nieuwste woordenlijst van de Nederlandse Taalunie. Maar het, in die dikke vandalen is het nog niet overgenomen en verklaard. En ik ben gaan zoeken. Misuku. Bijna ben ik zoek hoe gaan heten. Maar okay, ik heb dus geen uitleg gevonden. Daarom vraag ik me af, wat is voor ons zeker een Surinaamse bijdrage aan de Nederlandse taal? Ja? Wat is de officiële betekenis van grondenrechten? Meervoud, grondenrechten. Anders onderhandelen we over een begrip waar in feite iedereen een beetje zijn eigen interpretatie aan kan geven. Dat is gevaarlijk. Wat zou dat begrip grondenrechten gewoon een beetje bekeken kunnen betekenen? Betekent het rechten op gronden, dus meervoud, dus meerdere rechten op meerdere gronden? En betekent het dat een dorp in het binnenland dat grondenrechten krijgt, eigenaar is van die grond, zoals wij hier in de stad en omgeving een eigendomsperceel kunnen bekomen? Dat is wat erop bouwt, wat je erop bouwt, is van jou. Ja? Maar betekent dat dan ook dat, dat je eigenaar bent van eventueel die delfstoffen die onder die bouwkavel van je liggen en dat je het kan uitgeven als concessie, zoals olie, gas, misschien zit er goud onder je bouwkavel, wie weet maar nooit. Ja? Is dat wel geregeld in dat conceptplan dat de inheemse verenigingen hebben ingediend intussen bij de assemblee? En heeft de overheid in Paramaribo, is die willing om die concessies die zij nu uitgeeft in het binnenland over te dragen aan de inheemse verenigingen, dat die concessies mogen uitgeven, of gaat het een win-win situatie worden, alla toe, ik kies Wansani, dat moeten we nog even zien gebeuren. Misschien wil die overheid het eigenlijk niet, die rechten afstaan of delen, en daarom duren die onderhandelingen al intussen bijna mensenleeftijd. Ik bedoel, dat is het misschien daarom, maar wat er ook uit de bus komt, wat we ook beslissen, en het moet wel nou intussen gaan gebeuren, het kan niet zo blijven. Ja? Deze zaak over grondenrechten moet grondig geregeld worden. Anders blijft het maar onderhandelen tot in lengte van dagen en beloven en voor zich uitschuiven, schuiven, en dat kan niet. Ja, die mensen moeten ook een zekerheid hebben. Ik dank u voor uw aandacht. Tot een volgende keer. Goedenavond. En dankjewel Rappa, het is goed dat wij ook als Surinaamse samenleving eigenlijk snappen wat die grondenrechten zijn en niet te vaag erover gaan. En misschien is het goed, u heeft geluisterd naar meneer Parabishing, wat ja. Vindt u ervan? Ja, heeft het uit zijn benadering goed weergegeven. Ja. En dat van grondenrechten is eigenlijk, zijn gewoon eigendomsrechten eigenlijk. Ja. Hè? Eigendomsrechten, maar niet voor een individueel persoon. Ja. Het is voor een volk. Het is collectief. Dus. Collectief, ja. Dus onze grond is collectief en onze rechten zijn ook collectief. En dat soort zaken zijn nog niet opgenomen bij wet. Dus ja, dat is de strijd eigenlijk. Okay. Een deel van de strijd. Want aan de andere kant is het andere deel ook dat het traditionele gezag van de inheemse ook niet in de wet voorkomt. Ja. Dus dat moet ook erkend worden. Maar die worden toch erkend door de regering? Die stelt toch kapiteins aan, die worden nee. Niet echt? Niet echt, omdat als zeg maar een ondernemer in een dorpsgebied ja. een beheersdade zou plegen ja. En vernietigen, zeg maar, je wil het naar de rechter brengen. Ja. De rechter kent jou niet als dorpshoofd. Je bent niet bij de wet erkend. Je dorp is ook niet erkend bij wet. En je rechten zijn ook niet erkend bij wet. Dus je hebt alvast geen kees. Bij voorbaat heb je al geen kees. Oké. En misschien moet ik dit even oplezen. Een van die zaken uit het vonnis. Dus onder andere moet de staat Suriname de collectieve rechtspersoonlijkheid van alle inheemse en tribale volken, dus waaronder ook de Marons, wettelijk erkennen. Hun grondrechten wettelijk erkennen en hen een collectieve titel op de grond verstrekken. En dus met zoveel woorden gezegd dat u eigenlijk gewoon
titel op de grond moet krijgen waar u woont. Mm-hmm. Collectieve titel. Ja. En als u die titel heeft gehad, wat dan? Dus dat is de bedoeling dat je dus een beheersplan dus in place hebt. Mm-hmm. Hoe je dat gaat beheren. Mm-hmm. Ja. En zullen er economische zaken, ontwikkeling, want u heeft het eerder aangehaald in het programma. De binnenlandbewoners, met name de inheemse, zijn al jaren achtergesteld. Moet dit uitvoeren van het vonnis de inheemse en de tribale volken eigenlijk van hun achterstand halen? Ja, voor een groot deel wel, omdat ze daardoor ook vrijer zeg maar ondernemingen kunnen exploiteren dan wel ook met andere ondernemers in zee kunnen gaan. Ja. Zodat ze dus wel in goed overleg en zeg maar via FPIC-protocollen, dat ze dus daardoor een win-win situatie kunnen creëren met de ondernemers, met bedrijven die in hun gebieden actief willen zijn. Ja, een van die zaken is van het vonnis wordt geëist dat jullie ook effectieve rechtsbescherming krijgen, genieten van de overheid, dus dat jullie niet steeds naar buiten hoeven te stappen. Is dat wat u eerder uitlegde van dat jullie niet beschermd zijn bij wet? Ja, dus klopt, omdat op dit moment, ook al ga je naar de Surinaamse rechter, je bent niet gekend, je komt niet voor in de wet. Dus je bent geen partij eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat we dus toen, in 2007, begonnen, zijn gestart met om de staat aan te klagen internationaal bij het Mensenrechtenhof. Omdat we hier in ons rechtssysteem dat niet kunnen. En kunnen we even ingaan op die handreiking? U zegt de regering heeft een handreiking gedaan. Wat is die handreiking precies? In die zin dat ze direct na hun aantreden contact hebben gezocht met de FITS. Ze hebben ons uitgenodigd in hun consultatierondes. En ze hebben ons aangehoord. Ja. Met name met betrekking tot de grondrechten, het proces en hoe ver wij zijn gekomen. En zijn wel op de hoogte gesteld van het vonnis? Ja, ze hebben dat overhandigd aan hun. Mm-hmm. En in die zin, ze hebben ook nog iemand van de inheemse gemeenschappen, dus ook als minister aangewezen. En ze hebben ons ook gevraagd om dus met voordrachten te komen, omdat ze rechtstreeks geïnformeerd willen worden als het om beleidszaken gaat. Voor de inheemse. En jullie zijn met een campagne gestart vorig jaar met elkaar in Suriname. Wat houdt dit precies in? Dit houdt in dat we proberen uit te leggen wat we precies willen. We kunnen de geschiedenis niet terugdraaien wat er allemaal toen is gebeurd bij de kolonisatie. Maar er wonen ondertussen ook al een heleboel andere bevolkingsgroepen in Suriname. En dat erkennen wij. Wij erkennen de staat Suriname en wij willen ook dat de staat Suriname ons erkent. Ons wordt gevraagd om rekening te houden met ontwikkelingsprojecten, maar omgekeerd moet dat ook kunnen. Dat die ontwikkelingsprojecten ook rekening houden met ons als oorspronkelijke bewoners. Dat jullie worden meegenomen met die ontwikkeling. Ja. Mm-hmm. Dus in de campagne proberen we ook uit te leggen over welke collectieve rechten we het hebben. Die wettelijk erkend moeten worden. Mm-hmm. Toch? Ja, ja. De grondrechten, maar ook ons traditioneel gezag, zoals ik daar eerder aangaf. Onderaan. Okay. En de campagne, is het gestopt? Hoe verloopt het? De campagne verloopt tot nu toe redelijk goed, vinden wij. We hadden toen brochures gemaakt en aan de regering NDNA gegeven. Ook worden de boodschappen via radio en televisie uitgezonden. En we geven de boodschappen ook via onze FB-pagina en onze website. We hebben niet zoveel geld, dus we kunnen niet heel intensief tv-spotjes laten zien. Maar het loopt eigenlijk tot eind februari. Oké, over tv-spotjes gesproken. We hebben een infomercial van de FITS. Misschien kunnen we even daarna gaan kijken. Oké. Met elkaar in Suriname. Inheemse volken zijn de oorspronkelijke bewoners van een bepaald gebied. Hun gebieden werden door andere volken gekoloniseerd, vaak met dodelijk geweld. Het zijn traditioneel in stamverband levende volken die hun eigen identiteit als oorspronkelijk volk hebben behouden
en een andere cultuur en levenswijze hebben dan die van de rest van de bevolking. Zij leven in een achtergestelde en kwetsbare positie en worden over het algemeen uitgesloten of nauwelijks betrokken bij het nationaal beleid, overal ter wereld en ook in Suriname. Daarentegen leven inheemse volken vaak in gebieden die het beste behouden zijn gebleven, vooral dankzij hun duurzame en allesomvattende leefwijze met respect voor natuur en bovennatuur. Ze hebben een niet te evenaren traditionele kennis over diverse aspecten van de relatie tussen mens en natuur die over vele generaties is opgebouwd en verrijkt. Tribale volken in Suriname, de Marons, leven veelal op dezelfde manier als inheemse volken en zijn evenzeer afhankelijk van hun milieu voor hun overleving, voor het behoud van hun levenswijze en cultuur. Maar de inheemse en tribale volken verkeren al eeuwenlang in een onzekere rechtspositie. Daarom moeten hun rechten nu eindelijk geregeld worden in een wet. Een wet voor collectieve rechten, het gezamenlijk recht van de gemeenschap, het dorp of de stam als collectief op hun gezamenlijk woon- en leefgebied. Het gaat om collectieve rechten, dus niet van een individu, maar om het gezamenlijk recht van de gemeenschap als geheel. Het is een nieuw soort recht voor Suriname, namelijk collectief. De huidige wetgeving kent nu namelijk alleen individuele rechten. Daarom is een nieuwe wet over collectieve rechten van inheemse en tribale volken, omdat hun wettelijke bescherming nog niet in de Surinaamse wetgeving voorkomt. Rechtszekerheid voor ieder, voor elkaar, met elkaar in Suriname. De wet collectieve rechten inheemse en tribale volken draagt zorg voor. 1. Rechtzetten van het historisch onrecht aan inheemse en tribale volken. 2. Meer rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor onze inheemse en tribale volken. 3. Voldoen aan regionale en internationale verplichtingen. 4. Verdere dekolonisatie. 5. Verdere decentralisatie. 6. Ondersteunen van gemeenschapsontwikkeling. 7. Verbeteren van het investeringsklimaat. 8. Beschermen van de natuur. En 9. Wettelijke bescherming tegen grondspeculatie. Met elkaar in Suriname. Rechtszekerheid voor ons allen. En welkom terug. Ik zit aan tafel hier met kapitein Theo Jubitana. Hij is voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname. En we praten eigenlijk over het grondenrechtenvraagstuk, hoe ver eigenlijk de regering is. En eigenlijk, u zegt, er is handreiking gedaan, dus waarschijnlijk wordt eraan gewerkt, maar niet snel genoeg. Er is een conceptwet, begrijp ik, zoals in de infomercial wordt gesteld. Klopt. Voldoet u nog? Ja. Nou, ons gevoel voldoet zeker. We hebben toen samen het totaal traditioneel gezag met de Marons en de Inheemse alles artikel voor artikel doorgenomen vorig jaar en uiteindelijk goedgekeurd. Dus we willen graag geen inhoudelijke wijzigingen als het behandeld wordt in de assemblee. Technische wijzigingen tot daaraan toe. Maar dat de hele wet uit zijn context wordt gehaald, dat zou dus niet dezelfde wet zijn die we hebben ingediend. Maar het is nog goed. En dat wat in het concept staat is eigenlijk dat wat voorkomt
In de internationale standaarden die wij voorstaan. En de uitspraak, het vonnis, zal die ook worden geïncorporeerd in die wet? Gedeeltelijk, niet in zijn geheel. Wel, wat persoonlijk? Erkenning van de rechter natuurlijk, ja. Demarcatie en andere zaken. Wat niet is opgenomen in het conceptwet is onder andere dat de staat Suriname dus een ontwikkelingsfonds voor de dorpen in Marowijne die de zaak hadden aangespannen. Ja. De staat moet een ontwikkelingsfonds, ontwikkelingsfonds voor ze instellen van $1 miljoen. Mm-hmm. En tot nu toe is daar niks aan gedaan. Mm-hmm. De proceskosten die de FITS heeft gemaakt, die moeten betaald worden, terugbetaald worden aan de FITS. Ja. En dat soort zaken zijn nog steeds niet gedaan. Niet gedaan. Okay. Misschien kunnen we even inzoomen op die 8 dorpen aan de beneden Marowijne, die eigenlijk verenigd zijn in de Klim. Klim. De organisatie van Kalinja en Lokono inheemse in Marowijne. Ja. Waarom zijn zij apart? Dus eigenlijk is een regionale, ze hebben regionaal gebundeld eigenlijk. Ja, ja. Net als in Para. Oh, die dus, OSIP dus is eigenlijk net als de OSIP. Ja. Daar heb je FITS als de paraplu-organisatie en die werkarmen die dus ondersteunend werken. Mm-hmm. En hebben zij het moeilijker beneden Marowijne? Want dat is toch wel een gebied waar er veel goud wordt gezocht. Ja, klopt. De uitdagingen zijn is een totaliteit, zeg maar, identiek aan elkaar. Ja. En Zuid-Suriname heb je ook. Dat soort activiteiten, milieuvervuiling, zware milieuvervuiling, ja. Marowijne, misschien para in mindere mate. Maar toch, een houtkap heb je daar, die ook vernietigend is voor de natuur. Okay, en als je denkt dat vonnis wordt uitgevoerd, dat jullie zelf als leidinggevende binnen de verschillende stammen toch wat zeggenschap kunnen hebben over jullie woongebied. Klopt. En, daar waar inheemse van oudsher hebben gewoond, toen, zijn altijd wat betreft het natuur, flora en fauna, mm-hmm. voor een groot deel intact gebleven. Ja, ja. Omdat meestal inheemse die traditioneel hebben bewoond, net wat ze nodig hebben ze uit de natuur halen. Ja. Niet meer, niet minder. Mm-hmm. Maar daarna zijn er dus groepen gekomen die heel erg commercieel gericht is. En soms te. En dat is niet goed. Worden dan andere belangen nagestreefd? Nee, de visgronden bijvoorbeeld. Ja, ja. Als wij gewend zijn om te gaan vissen met een hengel, gaan zij met een net. Ja, sleep. Of just net. Ja, ja, ja. En die sleept alles weg, stroopt alles. En dat is niet goed. Omdat je op een gegeven moment een kreek hebt waar je geen vis meer ziet opspringen. Ja. Alles is stil, omdat men heeft alles weggestroopt. Ja, 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 en hetzelfde ook met het wild. Ja, ja. Als er grote wegen worden aangelegd, gaat al het wild weg. Ze worden verjaagd naar andere gebieden. Mm-hmm. En net als vroeger dat de inheemse steeds verhuizen, dat gebeurt niet meer. Dat kan ook niet meer. Ja, dus ja. We zijn noodgedwongen om ons te centraliseren op één gebied. Mm-hmm. Maar daarom willen we dat gebied ook erkend krijgen, zodat we dat zelf kunnen beheren. Okay. Niet dat er niemand dan activiteiten mag ontplooien. Dat mag, maar in goede samenspraak. Samenspraak. Ja. Dus eigenlijk om het goed te zeggen, jullie zijn niet tegen ontwikkeling, maar het moet wel samen met jullie. Klopt. En internationaal hebben ze een protocol daarvoor ontwikkeld. Het FPIC-protocol, Free Prior and Informed Consent. Ja, ja. En dat stukje hebben we ook opgenomen in het conceptwet. Ja, ja. Dus dat moet ook worden meegenomen. Oké. Okay. En de regering heeft de handreiking gedaan. Is er een periode genoemd waarbinnen, hebben ze een termijn gegeven waarbinnen zaken zullen worden aangepakt? Ten aanzien van het grondrechtproces hebben ze ons aangegeven dat het streven is om het binnen een jaar aangenomen te hebben, te krijgen. Okay. Mm-hmm. Ja. En wij vinden dat wij de commissie die ze hebben ingesteld, om een studie te doen van het conceptwet en de regering even de ruimte te geven om te werken. Maar ook niet te lang, omdat Volgens mij zijn de lades vol met studies die gedaan klopt. Zijn. Dus het hoeft niet zo lang te duren. Ja, ja, ja.
Want de vorige regering was toch wel een hele campagne begonnen. Dus hadden jullie toen gehoopt dat ding snel opgelost zou worden? Er zijn hearings gehouden op Cola Creek. Heel groots aangepakt. Zou begonnen worden met de demarcatie, zoals u eerder hebt genoemd. Maar ja. Wat is gebeurd? ik wil niet te veel daaruit, uitweiden. Maar de vorige regering heeft inderdaad veel geloof gegeven aan de binnenlandbewoners. Zijn grondrechten situatie wordt erkend, het komt in orde. En ze hebben, niet dat ze niks hebben gedaan, omdat het concept wet dateert vanuit de laatste twee jaar, zeg maar. Ja, ja. Maar het is niet tot de afronding gekomen, jammer. Oké. Okay. Ja. En hebben jullie bericht aan het, sinds de uitspraak van het vonnis, hebben jullie weer bericht aan het Inter-Amerikaans Hof? Ja. 28 januari jongsleden was het precies vijf jaar geleden toen het vonnis werd, de staat werd gevonnist. En eigenlijk niet alleen afgelopen januari, maar in de afgelopen periode is er via de, vanuit de FITS dus wel rapportages geweest naar het Hof toe. Ja, wat de stand van zaken is en wat de regering allemaal niet doet om het vonnis dus... En is er advies geweest naar jullie toe vanuit het Hof of hebben jullie advies gevraagd? Die hebben we nog niet, is wel gevraagd, maar daar wachten we nog even. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. En dank u wel. En nog even, we zitten in die COVID-periode, het wordt een beetje minder. We zien dat een aantal gevallen steeds afneemt. De regering probeert beetje bij beetje toch wel die maatregelen te versoepelen. Hoe gaan inheemse om met het hele COVID-gebeuren? Het COVID-gebeuren is niet makkelijk. Ook onder de inheemse gemeenschap heb je dus slachtoffers. En is een beetje wennen. Ook als alle andere Surinamers zijn inheemse. Ook al heb je die maatregel die je acht moet nemen, wordt dat vaak niet in acht genomen. Met alle gevolgen van dien. Toch? Dus aan de andere kant moet ik ook eerlijk toegeven dat vanuit de FITS wij ook brochures en voorlichtingsmateriaal hebben gedrukt en gedistribueerd voor de dorpen. Maar vanuit de overheid zelf vind ik persoonlijk dat de voorlichtingscampagnes die ze voeren via de massamedia, dat niet echt terechtkomt bij de dorpen in het verre binnenland zelf. Is dit speciaal op hen gericht? Ja, tenminste één heb ik gehoord op de radio en vertaald naar de inheemse talen. Maar kijk, ik woon in Para en de tv-beelden die je daar ontvangt is ook niet 100%. Het valt weg, dat flikt, er is constant storing. Mm-hmm. Toch? En wij hadden toen voorgesteld bij het Nationaal COVID Management Team dat misschien handig zou zijn dat de dorpen worden bezocht om in een one-on-one voorlichting de mensen bewuster te maken. Wat de risico en hoe je jezelf kan beschermen tegen COVID. Maar dat is niet echt goed op gang gekomen in de dorpen. Dat stukje van naar de dorpen gaan. En hebben jullie als FITS aan de bel getrokken? Ja, in die Zoom-meetings toevallig... afgelopen week nog waren we met de doktoren in een Zoom-meeting en dat hebben we dus toch wel aangegeven wat wij verbeterd willen zien in de voorlichting. En het andere is ook het vaccin die de regering wil brengen om haar bevolking te vaccineren. Op een gegeven moment is gezegd dat inheemse tot de kwetsbare groepen behoren. En daarover is er ook nog een beetje twijfel en soms... Twijfel in welke zin? Dat jullie niet kwetsbaar zijn? Ja, onder andere. Mm-hmm. Maar men heeft aangegeven dat met statistieken uit de Amerika's, Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, mm-hmm. dat daaruit blijkt dat inheemse toch wel veel doodgaan aan COVID. Maar is dat het geval in Suriname, dat inheemse veel doodgaan? In het begin wel. Was er zeker 20 inheemse binnen korte tijd komen te overlijden. En dat was ook aangegeven in een... op het COVID-dashboard, zoals ze hadden geprojecteerd. En dat baarde ons wel zorgen. Ja, ja. Ja. Oké, maar dat is toch wel minder. Ja, en wij vinden dat
wat dat betreft inheemse zich niet eenzijdig moeten laten informeren. Mm-hmm. Omdat ook vooral via social media je allerlei fakeberichten ook met fakeberichten te maken krijgt. Het is aan jouzelf met je gezond verstand te beoordelen. Ook van de overheid aan te horen wat zij zeggen over het vaccin. En vergelijk dan, men is gewoon geneigd misschien een advies vanuit de FITS te verwachten. Ja, ook als zo FITS met een advies komen, dan nog heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Oké, ja, dus dat is ook belangrijk binnen het geheel. Ja. En ja, men zegt van tribale volken in Heems hebben vaak osodresis, eigen middelen. En nu zien we dat de regering toch wel met iets komt waarbij mensen die dat aanbieden gecertificeerd moeten zijn. Heeft dat een beetje gevolg kunnen volgen? Ik heb het gevolgd en ik ga u eerlijk zeggen dat inheemse, zoals hij traditioneel leefde, eeuwen geleden, tientallen jaren geleden, dat zij inderdaad goede huismedicijnen weten te maken om zich te beschermen. Mm-hmm. Maar anno 2021 heb je een aantal inheemse in Paramaribo wonen en in de randdistricten die een fulltime baan hebben, via verzekering hun ziektekosten betalen. Als ik een griepje heb, ga ik direct naar de RGD-arts met mijn dokterskaartje. Ja. En dat stukje van traditionele genezen is een beetje op de achtergrond geraakt. Ja, ja, ja. Toch? Dus wordt niet meer echt uitgeoefend door de inheemse? Niet echt. Misschien nog in binnen de verafgeleken dorpen, nog. Maar dat dichtstbijzijnde, in Para en zo. Het is er nog, maar niet echt. Maar wordt niet echt ter verkoop aangeboden. Klopt. Dus dat is ook een wat we goed rekening moeten houden. Ja, ja, wat ten aanzien van traditioneel. Maar eigenlijk een kennis die dan verloren gaat als het niet meer. Ja, toch? Dreigt verloren te gaan, hebben, inderdaad. Ja, toch? Ja, maar dus dat. Zijn nu, wat u zegt, zijn eigenlijk overgeleverd aan de westerse medische. Ja, aan westerse medici, om het zo te zeggen. Dat is de keuze die men maakt. Ja. De keuze die je maakt als je in Paramaribo komt wonen, je wordt ziek, je gaat niet een lange reis maken terug naar je dorp om traditionele genezing te zoeken. Je gaat naar de dokter of je gaat naar Maar gelooft u daarin, traditionele genezing? Natuurlijk. Okay. Natuurlijk. En ik gebruik het nog. Okay. Los van die westerse medicatie is traditioneel genezen middel ook goed. Okay. Ze hebben hun waarde bewezen, ze hebben hun nut bewezen in de afgelopen. Daarom hebben we al zo lang overleefd, onze voorouders. Eigenlijk dat zou het geen probleem moeten zijn met COVID, hè? Ja, in het juiste geval, ja. Als het nou optimaal gebruikt werd. Ja, ja, ja. Oké, dank u wel voor uw komst naar de studio. En dat was kapitein Theo Jubitana, hij is voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS. En een van de zaken waarmee de FITS zich bezighoudt, is namelijk de regering met de regering praten, eigenlijk op aandringen dat het Kalina Lokono vonnis, dat er is 5 jaar terug, afgelopen januari was het, dus 5 jaar geleden dat het Inter-Amerikaans Hof vonnis heeft uitgesproken, maar dat de regering nog steeds geen uitvoering daaraan geeft. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar ook deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. Heeft u het gemist, kunt u altijd nog kijken op Facebook, ATV Suriname. En kunt u ook nog nakijken op ons YouTube-kanaal, ATV Suriname. Probeert u niet te liken en te subscriben, te abonneren. Tot de volgende keer. Goedenavond.